Feyenoord mag niet mopperen over zijn mensen aan de zijlijn. Hier Hofman. Maar er moet ook eens een beetje geluk komen nu. Heus, nou. Harder kan niet. Zo schiet je de boel inderdaad aan gruzelementen. Heus in de 22e minuut. Als je maar blijft komen, dan moet het er toch een keer gebeuren. Heus. Mede naar aanleiding van het eerste Hoornse Europacup doelpunt van afgelopen woensdag zijn wij Ruud Heus een dagje gevolgd naar de Kuip in Rotterdam. In Zaandijk wordt collega Kea Molenaar opgepikt en samen rijden ze dan verder naar het stadion in Rotterdam. Pas iets weg. Links die kant. Ik zag wel Boes staan erbij. Toen zag ik nog een fijne nog selectie. Hofman, Van Herpen en Troost. Oh, Troost. Wacht even, nee, kunnen beter achteruit. Ja, we kunnen hem zo Lekker foto's in hier tussen. Kunnen hier tussen. Nee, jongen, lekker foto's. Daar zit bij is het laat hoor. Ruud, je komt van Hollandia af. Je hebt bij AZ gevoetbald een paar jaar en je speelt nu bij Feyenoord. Wat voor een gevoel geeft dat? Ja, Feyenoord is voor mijn begrippen, voor het Nederlandse begrippen, nog steeds een topclub. In Europa spreken we dan niet zo erg meer mee. Maar als je dan woensdag ziet dat je met de half volle Kuip en het publiek achter je gaat staan en toch dan met 2-0 winnen, ja, dan spreek je evengoed nog wel mee in Europa, denk ik dan toch weer. En als je dan dat beleeft, dan denk je, ja, wat kan voetbal ook mooi zijn. Het is natuurlijk uniek voor een Horense voetballer die Europa Cup voetbal speelt. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Dat gevoel heb je ook wel? Ja, ik weet niet. Gaat allemaal zo snel en je beleeft het wel, maar je denkt er niet over na dat je de eerste binnen, dat je geschoord hebt en zo, daar denk je allemaal niet over na. Het gaat allemaal zo snel, gaat het. Vorig jaar speelde ik nog bij AZ, 5 jaar terug speelde ik nog in de Londen 1 en daar speel je bij Feyenoord. In de knoei met 2 mensen. Tijd om over na te denken. Ja, opgelost, heb zelfvertrouwen gekregen door de doelpunt. Nee, Kamata. Er was ook een collega aanwezig van de Tros om een gesprekje met Ruud te hebben. Een hele goede ploeg maken. Sparta heeft waarschijnlijk wat meer technische capaciteit in huis. Ja, Sparta is wel een goede ploeg. Ze zijn vorig jaar ook wat spelers weggegaan, maar ze hebben het goed opgevangen. En ik denk dat het toch een hele lastige tegenstander is. En technisch ook wel vrij sterk. En wat voor wedstrijd gaat dat dan worden? Een technisch vrij sterke ploeg tegen een bijzonder hardwerkende ploeg? Nou ja, u moet niet ons onderschatten dat wij alleen maar hard werken natuurlijk. Wij kennen natuurlijk ook wel een beetje voetbal. Kijk, Sparta komt naar de Kuip toe. Ja, wij zullen het spel moeten gaan maken en wij moeten gewoon scoren moeten wij. Ruud, hoe is de belangstelling van de media de laatste tijd? Nou, de belangstelling is een stuk vooruit gegaan. Vorig jaar had je wel eens een interview, maar nu had je tv, radio, allerlei soorten kranten. Omdat je natuurlijk, ja, zoals woensdag maak je toch wel een goal, een hele belangrijke goal voor Feyenoord. Dat is toch de tweede ronde Europa Cup. Financieel is dat heel belangrijk voor Feyenoord. Je hebt al in de kranten kunnen lezen dat het een wedstrijd was voor het levensbelang van Feyenoord. En omdat ik de eerste helft niet zo sterk speelde, ja, in de tweede helft heb ik lekker gespeeld. Ja, en dat allemaal bij elkaar heb je veel meer publiciteit als bij AZ. Goed Ruud, we gaan je even verder volgen. We gaan nu naar de training en even kijken in de kleedkamer. Ja, moet je doen. Okay. Kijk, camera kijken.
Hoe doen de nieuwe spelers het en dan met name Ruud Heus? Nou, naar mijn idee vrij behoorlijk. Die jongens die komen naar mijn idee toch van een beetje lager plan af. En dan vragen wij als Feyenoord supporter, denk ik wel. We zijn een beetje kritischer denk ik als andere, in andere steden. Dus wij geven die jongens toch wel een beetje krediet. En als ze dat zo afdwingen zoals afgelopen woensdag, dan zie ik het wel zitten hoor. Het eerste doelpunt van Heus zat er natuurlijk behoorlijk in. Die zat er prima in, laten we eerlijk wezen. En gelukkig, op vak S, stond er een zootje van die figuur ook. Dat lukt niet. Juist door zo'n bal, door zo'n man, keihard alle inzet die jongen heeft. Zo'n bal had je nodig. Want 10 man achter de bal, de hele 2-3 kwartier, dat valt niet mee natuurlijk. Naast ons Rinus Israël. Rinus is trainer van Feyenoord. Rinus, afgelopen woensdag tegen PEX, de laatste 7 minuten. Vond ik je behoorlijk zenuwachtig? Nou, nee, ik was niet zenuwachtig. Ik was ook wel zenuwachtig, maar ik heb geprobeerd om het elftal toen vanaf die goal te krijgen. En als je dan blijft zitten, dan bereik je ze helemaal niet. En nou, toen ben ik naar de zijlijn gelopen en heb ik gezegd of ze zo vriendelijk willen zijn om uit die 16 meter gebied te komen. Ruud Heus, om dat te horen. Jij bent nu trainer van Feyenoord voor het eerste jaar. Ruud is voor het eerste jaar speler bij Feyenoord. Heb je hem bewust gevolgd vorig seizoen? Nou nee, ik heb hem niet bewust gevolgd. Ik heb hem een paar keer gezien omdat ik zaterdagavond wel eens naar de AZ ging kijken. Zodoende is hij mij opgevallen. En het is voor jou een nuttige voetballer? Als hij 100% fit is, dan is het een hele nuttige voetballer. In de voorbereiding en in de eerste competitiewedstrijden heb je erg goed gespeeld. En toen, daarna is hij gaan sukkelen met een blessure. Daarna heb hij nog een week griep gehad. En, nou, dat is niet ten voordele van hem geweest. Dit was Ruud Heus bij Feyenoord. Ook Ruud Heus is op zeer jeugdige leeftijd begonnen met voetballen en dus bij Hollandia, waar u hier wat beeldjes van ziet. U krijgt zo'n elftal foto te zien en de man bij het witte pijltje is Ruud Heus. Horen en de regio wenst Ruud veel sterkte in zijn verdere carrière en misschien tot in het Nederlands elftal.